Dames en heren, daar zijn we weer. Terug met Heavy Rain. Ging bijna mis. We waren bijna al onze bestanden kwijt. Maar we zijn terug met de serie van je dromen. En met onze favoriete man beginnen we gelijk weer. Lekker spelen. Ze denken dat ze erachter zijn wie de dader is. Dat is dus deze man. Ja, want we werden bijna gepakt door de politie. Ze wilden ons al oppakken. En toen waren we op de vlucht geslagen. Ons vingertje is eraf. Dat is eigenlijk hoe het ervoor staat. Ja, dat is waar we waren. We moeten nog een paar proefjes doen. Daar heb ik wel zin in. Dat vind ik wel heel mooi. Test. Deze vervelende vrouw. Die zonder reden echt een BFF is geworden. Ja. Waarschijnlijk worden we ook nog verliefd. Ze had hem gered, toch? Ja, ook zonder reden. Echt helemaal zonder reden. Niet helpen. Ik ga echt niet helpen. Ik denk bij mijn eerste vrouw ook niet. Je moet wel jezelf blijven. Ja. Nu wordt alles duidelijk. Ze gelooft de politie gewoon niet. Waarom zou ze hem niet aangeven? Ja, waarom zou ze hem ooit helpen? Misschien is ze de killer. Wij weten het niet eens of hij het is, toch? Ik ga het ontwijken. Toevertrouwen, dan weet je wat hij gaat zeggen. Dan gaat hij Ja, als het hem is, dan gaat hij iets toegeven misschien. What have they got on you, Ethan? What have you done? Pakje in de nek is gesnapt. Er is niks. Hij gaat iets zeggen, hoor. Hij gaat iets zeggen. Er is iets met die vrouw en ze moet een reden hebben om dit allemaal te doen. Het kan niet zijn dat ze zomaar hier komt en dat er gewoon... Oh, ik weet het al. Slecht geschreven. Oh ja. Dat geloof ik niet. Oh, hij weet het zelf ook gewoon niet. Maar dat wisten wij wel al. Dat hij het niet wist? Dat hij blackouts had, ja. Daar gaat het hele verhaal over. Dat is waar. The only thing I remember afterwards is the bodies. Wat? The bodies in the water. Wat? Dus je ziet die lijken. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? I think my other self is testing my love for Sean. He wants to know if I love Dus heeft zelfs die test gemaakt, zogenaamd. Dan komt hij opeens zelf achter en bedenkt hij, oh, dat is wel logisch. The only way to find him is to go through these trials. Why can't you tell that to the police? And tell them what? That I'm a schizophrenic who drowns his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go and I have to stay free to save Sean. Hoe lang hebben we ook weer nog? Wat zei je? Hoe lang hebben we nog? Weet ik veel. Weet je hoe hard het regent buiten? Waarschijnlijk niet lang meer. Onder. Hij was al tot zijn nek aan gevuld. Gevuld het yoga ook. Ja, hij blijft maar slapen ook en zo. Maar hij gaat er nu sowieso van uit dat hij twee persoonlijkheden heeft. Ik denk dat hij het denkt. Dat denkt hij gewoon. Dat is echt het laatste wat ik zou denken op zo'n moment. Een ander moment oké, okay, dan kun je ja, nog wel denken. Gisteren nog bijvoorbeeld. Wie heeft anders je sokken verstopt? Ja. Gaat ze niet doen. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me. Leave. Kussen. Ik ga zoenen hoor. Nu piept ze hem zogenaamd wel. Maar ze legt ook niet uit waarom... Ja, is nooit waarom gedaan. Zou ze nu niet naar de politie gaan alsnog? Van die gozer... Ze ook graag broers verzorgd, Peter. Oh, dat vindt ze leuk. Dat vergeet ik soms eventjes. Ja. Waarom help ik mijn kind nog niet? Ga nou gewoon, doe gewoon iets met je leven, joh. Zie hem nou kijken. Ja, maar ik kan best wel lang zijn adem inhouden, hè. Ja. Dat weet hij van hem. Ja. Dus ik hoef niet echt te haasten. Ik wil wel een beetje opschieten, ze wel anders zijn. Oké, tijd. I don't have much time. I've got to find my son before it's too late. Ja, volgende. Hoeveel zit er nog in? Wat is dit? Dat is de volgende al. Een papiertje. Nu komt er een test waarvoor ik mijn pink... Ben je bereid iemand te vermoorden om je zoon te redden? Oh!
Stuur een foto en je krijgt een beloning. Maar dat duurt allemaal zo lang. Als je eerst een foto... Gaan we iemand neerhalen? Ja, blijkbaar. Dus dat zou ik eigenlijk niet doen. Nee, misschien doen we het gewoon niet, want we hebben het niet nodig. Maar als we eerst een foto moeten opsturen, dan duurt het al een tijdje. En Google een foto. Terug. Ja, krijgen we een foto terug. Ja, ik snap ook niet. Dan moet nog een filmpje maken dronken, ja. Er zit allemaal tijd tussen, lijkt me. Ja, maar je hoeft hem... Maar we kunnen gewoon googlen echt naar die naam. Ja. Dat is iets met Roosevelt, dat weet ik zelfs nu nog. Oh, deze saaie man. Ja, moet nu zelfs piano voor hem spelen. Ik ga het misklikken, expres. Wat willen je nou mee? Te sterven, game over. Verpest alles voor hem. Heel geconcentreerd piano spelen en miswerkelijk. Oog is dicht. Blijft hij dit doen, gewoon? Moet ik het wel even goed spelen? Nee, ik denk dat hij anders niet stopt hoor, die gozer. Zo teleurgesteld in zichzelf. Heeft hij zijn eigen butler? Weet ik veel. Lijkt me niet, toch? Your vodka, sir. Maar echt zo'n zielig kantoortje, dus... Hij zit gewoon in een kroeg of zo. You look preoccupied, if you don't mind my saying so. Problems with the investigation? Wat moeit die gozer zich mee? Blake is convinced that Mars is the killer. Not you. I thought there was some evidence to that effect. Wat gebeurt er nou precies? That's true. Ja, al die, herken je dat niet? Zo hashtag herkenbaar, die gesprek met je ober. Ja. Neither does the geolocalization. I can't see this father drowning 8 victims before kidnapping his own kid. Zijn zonnebril. Mars is not the origami killer. I'd stake my life on it. Then who is? Grote sprong. I have an assumption. Fucking idea. Maybe you should review the evidence in your possession. Dit is geen open, toch? Dat kan toch niet? Is het zelfs een butler dan? Zonnebril ziet er ook duur uit. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. I'm trying to keep a handle on it, but that's difficult. It gets more and more difficult. It'll end up killing you if you're not careful. Dat is een hintje. Waar hebben we het over? Hij had wel zo'n hartaanval bijna. Is het zo? Ja, in het begin, het kantoortje. Toen waren we ook net in zo'n science fiction wereld. Waren we naar de woestijn gegaan of zo? Onder water. Oh, onder water kozen we. Ik win. Dat is echt, daar gaan we weer. Had hij een hartprobleem? Oh jawel, gebeurde wel iets, ja. Was het geen hartprobleem? Ik weet nog dat hij een aanval kreeg. Nou, die butler die zei, ga de aanwijzingen bekijken. Daar hadden we zelf nog niet aan gedacht, dus laten we het doen. De videorecording van near the park on the afternoon Sean Mars disappeared. Had gewoon echt nog niet bekeken. Ja, had hij nu pas bekijken, een paar weken daarna. Wat wil hij nu? Die wil je niet bekijken? Ik zou hem bekijken, als hij er iets over gaat zeggen. Nee, maar hij kan hem niet kiezen. Hij heeft hem al bekeken nu. Nee, toch? Analyseren gewoon. Naar rechts. Omhoog. Kijk. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 1602 heading for the park. When in the opposite direction at 1637. That could fit the time that Sean Mars... Echt zelfs... Zijn achtergrond van zijn zonnebril is saai. Waarom gaat hij niet in een of ander dinosauruspark of zo? Ja, weet ik wel wat. In Jurassic Park, dat zou wel mooi zijn hoor. Pity we can't see the driver's face. Oké, daar hebben we dus niks aan. Weer zo'n saai plantje. Een hondje, hè? Daar ben ik wel in geïnteresseerd. Toevallig. Oké. Piepen. Zo'n gewoon piepen, ik ben klaar met deze gozer. Deze man, ga maar lekker... ga lekker met je zonnebrilletje spelen in je eigen tijd, joh. Zoek het uit. Wegwezen, of moeten we het doen? We moeten denk ik al wel alles een beetje bekijken. Wat is het zo nou? Modern en dan gebruik je nog papierwerk.
Victims. Ja, oké, okay, het zijn kinderen. Hij heeft hier zelf niet eens wat op te zeggen. Nee. Hij vindt zijn werk ook helemaal niet leuk. Wat gaat hij? Hij vindt het zelf niet eens boeiend. Wat moeten wij dan? Alles wissen. Nee. Motion controls aan dit, hè. Ja, deze vervelende man. Skip alles. Skip deze man. Wegwezen. Ja, zoek het uit, saaie man. Wat doe je nu? Kaart? Ja, nee, die andere. Ik ga even alles even af, want dan ben ik er gewoon klaar mee. Wegwezen ermee. Gewoon open en afsluiten. Ja. Geen enkele data. Ja, we moeten waarschijnlijk iets met die auto. Bij aanwijzing nog één keer. Ben je er nu? Ja. Die auto inspecteren. Dat is het enige wat we nieuw hadden. Of zouden we nog iets kunnen halen uit die videobeelden? Nee, toch. Nu heb ik bekeken. Er was een auto op te zien. Oh ja, we hebben gewoon een eigenaar. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it. Nou, op naar die man. Not enough evidence. Gewoon naar die man. Ze hebben er helemaal niks aan, nee. Oké. Die man zit ook maar een beetje te prutsen, hoor. Ja, hij doet maar wat. Ja, ga nou opzij, joh. Analyseer alles. Jackson Neville, a.k.a. Mad Jack. Involved in several cases of buying and selling stolen vehicles. Considered to be very dangerous. This guy might have provided the killer with a car. Gaan we die gozer op bezoek dan? Maar dat hebben we al gedaan, toch? Right. Nee. He he. Oh nee, we sterven waarschijnlijk weer. Aan saaiheid. Ja, waarschijnlijk. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in your normal. Oké, als we de zonnebril gebruiken, dan sterven we dus af. Is het echt zo? Ja, ik denk het. Aangezien die man het nog eens herhaalde. Tryptocaine. The tube is on the bedside table. Ja, pak hem dan gewoon. Oh nee, misschien mogen we dat niet gebruiken, zegt hij. We mogen misschien niet te veel van de medicijnen gebruiken. Misschien moeten we het gewoon negeren. Of zouden we dan sterven? Want ze overdrijven nu ook al erg van, je moet het pakken. Gaan we het pakken of niet? Een glasje water is. Een slokkie, even een slokkie. We hoeven het niet te pakken, denk ik hoor. Er zit niks in, joh. Moet ik het pakken? Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Ja, anders gaan we weer neer, zeker. Ja, laat ze pakken. Dan zijn we van deze man af ook. Ja, echt. Pak het gewoon. Boeit mij het. Stop dan met het gebruik van het zonnebrilletje. Ik heb niet de keuze om het te pakken. Ja, hij doet het al gewoon. Waarom gaat hij niet gewoon achter een normale computer zitten als een zonnebril zo zoveel schade doet? Nee, ik wil echt cool zijn. Hij heeft niks anders dan een computer is het. Zijn zonnebril. Oké. Okay. Oh. Zijn we hier wijzer van geworden of niet? Niet echt. We weten dat na die ene man moeten. We weten nu dat hij wel dat hij saai is. Dat zijn we nu wel achtergekomen. Ja, ik twijfelde er nog even over eerst ook, hè? Ja. Maar nu durf ik dat te zeggen. Ja, dat is wel vrij saai, ja. Dat is de saaiste verhaallijn uit het spel. Deze man gaat waarschijnlijk weer iemand in elkaar slaan. Op dus zich ook wel knap dat ze dat kunnen overbrengen. Zo in zo'n spel. Dat je echt nog twijfel. Ja. Wel mooi hoor. Dat je het zelf kan invullen. Maar ging ze er ook echt voor? Je moet hem wel saai vinden. Nou, inderdaad. Deze man die gaat weer iemand in elkaar stompen. Manfred? Manfred, waar ben je? De baai wel, heet je Manfred. Oh. Manfred? Manfred? What was that meeting with Charles Kramer at the golf club really about? Why is he so worried about me investigating his son? Hey Manfred, daar is hij. Hi there, Manfred. Who is it?
Scott. Hij heeft geen glazen in zijn zonnebril. Het is allemaal voor de mode. Eerst de goos met zijn zonnebril, nu deze. Ja. This is Scott. Oh, yes, of course. Well, good to see you. How long has it been? Oh, about 10 years, I guess. Weet al wie dit is, of... My age, time Manfred. Oh, Manfred, ja, klopt. I prepare clocks, but I try to forget about time. How about you? Are you still nee, had u het een gevoelig puntje van me. Ja, nu moeten we hem wel stompen. Ja. I'm a private investigator now. This is Lauren. She's a friend. Hello. Oh, hello. Vervelende vrouw. Well, this calls for a celebration. I've just the thing. Wait there. I'm sure I saw. Nee, die man moet je niet laten opstaan, die sterft. Waarom gaat hij nu elk excuus op te drinken of zo? Ja. Hey, er komt een man mijn winkel binnen. Pak jij het maar voor, anders duurt het nog een kwartier. Als je daar nog heen moet lopen. Ik ben onderweg, Manfred. Hallo? Ja, dit is Manfred. Waarom praten we gelijk als een klootzak? We worden nog een keer gebeld. Zal ik gewoon bij blijven staan? Nee, we gaan niet nog een keer gebeld worden, joh. Oké. Of wil ze wel nog een keer worden gebeld, hoor. Well, to old friends. Dat is een hint naar die vrouw. Die krijgt geen. Ja. Dat is geen vriend. Hij biedt het niet eens aan, ook, hè. Hij mag er gewoon ook niet. Niet nippen, gewoon klokken, joh. Een klokker? Gewoon klokken, snap je dat? Ja, in een klokwinkel. Do you like it? Yes, it's beautiful. It's a stradelli. Crafted in Venice in the 18th century. It's one of my favorite pieces. Kennen we die of zo? Nee. Tell me, Scott. What brings you back after all these years? I'd like you to have a look at an envelope. I thought maybe you could tell me about the typewriter that was used to type the address on it. Pak hem aan. Hoe moet deze man dat weten dan? Dat is een specialiteit. Kijk maar, hij staat naast een typemachine. Dat is een hele ding. Dat is waar, hij moet hier eentje allemaal, kijk in al die vitrines. Oké. Hij snapt niet wat klokken zijn. Waarom komt er nou niemand een klok kopen? Wat zei je nou tegen ons, Simon? Moesten we iets doen van hem? Nou, gewoon even gluren. Hij is het even aan het bekijken. Denk ik. Ik zat niet te luisteren, hoor. Oké, deze dus. Je kon ook in de vitrine kijken. Oude mannen zijn vaak saai. Dus dan luister je al gewoon niet meer. Thanks. Well, let's see what this envelope has to say for itself. Zal hij het weten, Peter? Yes, the shape of the T's and the F's is typical of that model. Produced between 1907 and 1924. No doubt about it. Huppakeetje, die gozer. Wat hebben we hier aan ook alweer? Dan moeten we op zoek naar iemand met zo'n typemachine. Uniek. These typewriters, are they rare? No, they're fairly common. Nou, daar hebben we helemaal niks aan. I'd say many folks have one gathering dust in an attic or in their cellar. Heb je ooit klanten? Even bespotten nu, omdat wij niet verder kunnen. I bought the company's entire stock of spare parts for a song in 64. Well, they were going to take them to the dumpster, so I got the lot. Now, anybody around here who has one that actually works has been to see me at one time or another. Oh. Do you keep a record of all your clients? Ja, dat doet hij. Dat doet hij.
At least the ones who pay. Nou, dan staat hij er misschien op. Any chance I could get a peek at that? Yes, of course. Dat is niet professioneel, meneer. Dat lijkt me ook heel sterk, hoor. Wat? Dat hij dan toevallig ook hier is geweest, die killer. Nou, weet je wat het is, Timon? Nou? Die gebruikt zo'n ding dan nog. En hij wilde een typemachine gebruiken. Waar haal je dat inkt vandaan? Bij deze gozer. Inkt krijg je voor mij ook bij de action halen. Nee, een stiekem slokkie. Nee, een slokkie. Die vrouw moet afblijven, hoor. Het was niet voor haar. If he has a 1920s typewriter, he may have needed Manfred's services to get it fixed. We'll know when we get. Nou, dat is wel ver gezocht. Ja, hoor. Echt. Maar ja, je moet niet dat hij 5 klanten heeft gehad in totaal. Je moet ergens beginnen, Timon. Die gaat ze stelen. Vieze rioolrat. Trillend neer te zetten. Ophouden, mevrouw. Ja, een geflipte. Niet geven, hoor. Ik wil hem ook even voelen. Nee. Je weigert in die vitrinekast te kijken. Oh, moordna. Denk er even aan. Waarom wil je hier zo kijken? Even saai ding. Oké, je moet gewoon naar Manfred. Terwijl je aan het denken bent. Been a while since Manfred went into. Echt niet over die vrouw denken. Hello? Manfred. Hello? Your call is locked, sir. Wow, Manfred is neer! Manfred is neer! Nee, Manfred! Manfred, nee! Is hij gestruikeld of zo? Hoe is Manfred neergegaan? Oh my god. Hij slaapt met zijn ogen open. Dat boeit hem ook niet heel veel, hoor. Nee. Manfred is echt zojuist neergegaan. Scott? Oh my god. Ja, dat is Manfred, die is neer. What are you doing? I'm calling the police. The killer has already called the police. I think he wants us to be a scapegoat. We gotta get the hell out of here. Manfred heeft ons gewoon genaaid. We have nothing to do with his death. We were just here when it happened. If Manfred heeft de politie gebeld, ik word doodgemaakt. En dan wil hij ons erin naaien zonder reden. Wat hebben we hem ooit gedaan? Hij heeft gewoon zelfmoord gedaan. Ik word vermoord, schoot hij zichzelf neer. Met welk doel? Wat hebben we gezegd? Hij had al geniepig kopje hoor, Manfred. Ik heb het 10 jaar niet gezien. Nou, hij het wel echt, of hij het wel echt op zijn momentje. Nu gaan we gewoon vluchten. Denk het. Ik heb echt van alles aangeraakt. What are you doing, Lord? If someone comes in, we're gonna be in trouble. Ze smeert DNA eroverheen, Lauren. Ja, ik ga nog meer dingen aanraken. Dat kun je nog wel even aanraken. Waarom zou het ding moeten wegvegen? Want er komt er elke dag klanten. Die hebben de vitrine bekeken. De slokjes natuurlijk, die moeten we wel meenemen. Voor onderweg noemen ze dat. Oh, we gaan het echt schoonmaken alleen. Oh. Jij wilde gewoon maar een slokje. Ik dacht, we kunnen toch ook gewoon net goed meenemen. Wat als we dit niet hadden gedaan? We werden misschien wel gepakt. En hierna moeten we wel weg, hoor. Voor de rest hebben we toch een telefoon. Hebben we ook telefoon, aangeraakt. Ja, goed denkwerk, Timon. De fles hoeft er niet. Ja, die hebben we niet aangeraakt, toch wel? Nu wel. Dan moet je wel onder je hand schoonmaken, anders heb je er niks aan. Niks! Wat helemaal doet hij nou? Oké, dat doet het wel. Eén, dat is genoeg. Groot glas ook, verdomme. Ja, de politie komt al. Nee, tijd zat joh. Even moet wel het handvaartje, hè? Ja, maar dat doet hij niet aan. Die belangrijke dingen maakt hij niet. Hij vindt het zo saai, ja, hij is wel goed zo. Ja. Weet je wat, laat maar. Telefoontje. Verder hebben we niks aangeraakt. Nee. Ja, die vrouw zat met de vieze handjes aan het ding natuurlijk. Dan als moet hij gewoon opgepakt wordt, boeit me echt niks. Die ben ik liever kwijt dan rijk. Ja, maar dan worden wij ook genaaid. Nee, die is trouw. Nou, associeert. Maak het dingetje van haar ook even schoon. Hij mist het is vreemder als we wegrennen. Als mensen ons zien wegrennen uit de winkel. Of moeten we achterom of zo. Ik moet gewoon naar de volgende kant gaan. Nee, ik ben klaar. Misschien wil ik nog een klok kopen, dus ik wil even kijken wat er... Wat, heb je een raam aangeraakt? Blijkbaar. We zijn binnengekomen, dat is niet zo heel vreemd. Weggaan. We hebben gewoon ons gezicht aangeraakt. Oh, daar komen ze! Oh, dat is gewoon een man.
Wat zei je, wat? Of we echt zeker weten dat we alles hebben... Ja, wel schat. Ja, dat echt, het is, moet wel genoeg zijn, toch? Die vinden ze echt niet binnen een dag. Alleen zien ze het gewoon... Hebben we dit gedaan? Hebben we deze aangeraakt? Hebben we die aangeraakt? Hebben die aangeraakt? Waarom zie je zo'n dramatisch shot? Oh, we hebben de telefoon opgehangen. Ja. Waarom is dat tevreden? Ja, die hebben we opgehangen. Die hebben we niet schoongemaakt. Niet schoongemaakt, klopt. Je bent zo tevreden met je fout. We zijn opgepakt direct. Ja, we zijn gelijk instant opgepakt. Dat is weer heel snel gevonden. Ik heb echt geen moeite om die monden recht te laten lopen. Shelby, don't leave town. If you end up next door to any more dead bodies, remember to call us. Okay. We worden gewoon vrijgelaten. Het boeit helemaal niks. Ze hebben geen bewijs genoeg en we hebben hem gewoon overtuigd. We hadden eigenlijk niks kunnen schoonmaken. Ja, verdomme. Weet je wat, we hebben niks mee te maken. Oh, het is goed. Het is goed. Scott Shelby. Hey, de twee vechtende mannen bij elkaar. Uh-oh. En er verscheen een man links van je. Don't sweat. I'll take care. For old time's sake. Thanks, Carter. I owe you one. Hij gaat ons naaien. Trap in ons rug. Dropkick. Well, I got some ideas. Nothing concrete. Well, if it goes beyond me. Tuurlijk, dit is mijn makker hoor, die mogen elkaar wel. Ze doen wel een beetje ongemakkelijk. Ja, ik weet niet precies waarom. Volgens mij zijn ze niet echt vrienden. Maar ze zouden wel echt goede vrienden zijn hoor. Ze hebben stiekem gekust. Dat is oom. Weet hoe dat gaat? Ja, inderdaad. Ik neem je naar huis. Dit is te gevaarlijk. Geen manier. We zijn partners, remember? We hadden een deal. Nee, wat voor deal hadden we? Nou, maar zij ging niks schoonmaken ook. Ja. En dan helpt ze niet mee en dan vindt ze het vreemd dat ze weg moet. Hoe kan hij vermoord zijn ook? Ja. Hij is gewoon opeens neer. Ze ging niet eens kijken hoe hij neer was gewoon. En behoorde ook helemaal niks. Er lag zelfs een plasje bloed om me heen. Gewoon vreed zijn. En geïrriteerd. Vreed is toch cool? Vreed. Oké, we gaan neer. We hebben nog nooit een shot binnen de auto gezien. Wat doet ze? Ja, oh shit! Wow! Ik kan niet in mijn controle vast, joh! Dan ga je hierdoor neer. En we dat willen die vrouw ten eerste al niet mee hebben. Ja, hoeveel slinger je nog, joh? Doe normaal. Rem gewoon. Phew. Doe maar lekker alleen. Zoek je tijd, mevrouw. Ik hoop dat je van natte kleren houdt. Oh, net. Lekker Peter. We kunnen haar ook aangeven. Ja. Misschien heeft... Geen excuses. Vroeging. Dat is een mooi woordje, hè? Vroeging. Wat betekent dat? Timon. Ja, nu kunnen we alleen maar aardige dingen doen. Zeg gewoon Lauren. Oké. Okay. Gaat ze nu stilstaan? We moeten er weer terugnemen waarschijnlijk. Je moet uitstappen. Crap, I have no choice. Oh. I guess I'm doing this to protect her. We moeten nou weten dat hij dat gaat denken. Ik ga echt geen excuses aanbieden, dan heb je het echt helemaal mis. Wat ga je nu doen dan? Ik stap eruit. Ik hoop dat jij nu van natte kleren houdt. Ja, verdomme man, nu ben ik ook een nerd. Gaat ze daar ook stilstaan als aandacht... Ja. Prostituee. Miss him so much. Kun je hem ook onder een onderdakje missen of... Ja, of in de auto gewoon.
Strelen. We gaan strelen. Waarom krijgen we de kans om die vrouw te strelen opeens? Als ik die kans krijg. Ja, dan gaan pak ik hem hoor. Net zoals in het echte leven. Je moet me niet kans geven om te strelen en dan ga ik ervoor. Ho. Wow, ze vindt het lekker. Paardenklopje op haar nek. Oh, dit was gewoon genoeg. Ik heb haar onder controle. Oké, stop maar met strelen nu. Ja, het wordt nu een beetje ongemakkelijk. Een hele ruzie sloeg uiteindelijk nergens op. We mochten niet eens kiezen. Eindelijk is deze man er weer. Dan gaan we weer. Dit wordt genieten. Even een test. Ja, we moeten iemand neerhalen. Ja, spannend. Ligt er even aan wie, hoor. Als die saaie man mogen neerhalen... Ja, maar dan zijn we echt een moordenaar bevestigd. Als die saaie man kunnen neerhalen. Twee vliegen in één klap. Man. Dat is wel goed. Daar moeten we het over hebben. Nu twijfel ik nog, maar... We kunnen niet zomaar iemand gaan neerhalen. Het slaat nergens op. Je weet het, maar het is wel leuk om te spelen. Ja, maar er zijn consequenties in het spel. Hij heeft heel veel eindes. Ja. Deze man. What do you want? Oh, fuck it. Moet ik hem even vermoorden gelijk? Ga ik hem vermoorden dan? Gelijk die chokeslam. Ik wil hem niet. Ja, ik moet het ik doen. Ik denk dat je iets moet doen. Doe maar. Ja. Ach, hij is niet één keer neerhalen. You got a fucking call for. Als een junkie. Of een, hoe noem je dat? Een dealer. Take it easy, man. Huh? Keep cool. Dan boeit hem niet heel veel ook. Boeit ze allebei niet echt. Bunny? Tell me what you need. Zeg dan niet. Sure we can make a deal, huh? Ik wil hem niet eens vermoorden. Oh. Maar laat ik eerst dreigen als ik hem wil vermoorden. Oh shit. Doe hem om. Verpest de kast. Wat is dit? Hoe gaat hij alles missen die gozer? Het is echt een wonder dat ik nog alles heb geraakt, hoor. Het gaat soms eens mis. Oeh. Zoveel druk. Nee, niet doen. Ja, ga je hem schieten? Ja, we moeten bijna. Oh shit, oh, dat ik gewoon moest timen. En het mislukte zelfs, dus je bent nu geen moordenaar. Het hoeft er niet eens. Gewoon wegwezen, Timon. Maar moet ik hem schieten? Wegwezen, wegwezen. Oh shit, oh, dat ik het verkeerd deed. Moet ik het doen? Moet ik het doen? Nou, ik weet niet. Timon, we gaan hem vermoorden of niet? Ik ga hem niet vermoorden. Dat vind ik echt om niks. Oei, hij mist gelukkig ook alles. We willen het eigenlijk allebei niet echt. Nee. We kennen de consequenties van een moord. Hoeveel kills heeft die gozer ook wel niet? Het is gewoon een aardig vader. Zijn kills zijn op. Ik wil hem niet schieten. Hold it, man. I give you whatever you want. Got dope? Papa? Ja. Zou je typisch zijn. Please don't kill me, man. I got children. Ja, we gaan je niet vermoorden. Ja, maar zo krijg ik, komen we hier en dan gaan we hem niet vermoorden, gaan we weer weg. En dan pakken ze ons sowieso op. Nee, niet. Ik denk niet dat hij iets gaat zeggen, want hij doet ook illegale dingen. Waarom zou ik hem vermoorden? Het zou echt nutteloos zijn. Nou ja, je krijgt informatie om je kind te redden. We hebben hier een straat al gevonden. Ja. Teken bij, we gaan hem niet neerhalen. Ja, dat is, waarom krijgen we niet eens een keuze in het begin, joh? I'm a father too. Dat wel. Oh! Waarom? But I'm no killer. Waarom stomp je hem dan? Stomp die gewoon. Je komt zijn huis binnen en je stompt hem op zijn gezicht. Ik ben geen moordenaar. Stompt hij hem in zijn gezicht? Spreek je later, oké? Okay? Ja. Die is ook gelijk slap. Neem nog gelijk wat euro's mee als je dit toch al hebt gedaan. Ja. Oh, hij was zijn vader. Ik zeg vader. Oeh, dan hebben we wel geluk dat hij niet heeft gehoord. Nou, ik kom deze vrouw nog eens even. Heeft deze al eigen verhaallijnen gehad? Nee. Yo, alleen maar die ene gozer aaien. Dus we gaan waarschijnlijk weer een beetje deppen op zijn gezicht of zo. Beetje knuffelen, een beetje kussen, een beetje strelen. It's Sam. I got your information. And the owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. He wow, ze doet ook iets dus. He made some cash and bought up some cheap-ass apartments. Including the one in Marble Street. Ja, wat is zij dan? Zit ook bij de politie of zo? Interesting. Dat lijkt me niet. Sam geeft informatie. Wie is Sam? Een of andere joch. Talk to you later. Maar ze is niet politie, want anders zou ze Ethan toch wel naaien. Maar ze moeten wel een reden hebben om heel bij hem te blijven. Ethan cut off his fingerlips here. It's not much of a lead, but it's all I've got. Ze gaat checken of zo.
Lopen ze terug naar beneden. Waarom? Om de houterige animatie even te bekijken. Oh, oké, okay, die stijf animatie gewoon bekijken. Ze doet wel de rechter rug in ieder geval. Hi. I was told that you could get Bitropin. Wat is dat? Without a prescription. Sorry, you were misinformed. Goodbye. Hold on. Hoppakeetje. I really need your help here. I can pay. Well, why didn't you say so? Please come in. Oké. Wat? Wat is dit nou weer? Waarom vroeg je dan niet of ze geld had? Ja. Niet kijken. Waar keek je naar? Nou, wil ik niet eens zulke woorden, neem ik niet in mijn mond, Timon. Dat weet je van mij. So, you're looking for Bitropin, my dear. Are you having trouble sleeping? How much do you need? I don't know, about 3-4 boxes. Well, no, that shouldn't be a problem. Would you like a drink? I was just about to have one. Eén slokkie. Ja, eén slokkie. Slokkie. Ja, ik wil een slokkie. Oh, een slokkie. No, thanks. Wat doe je nou, joh? Well, let's take the edge off the pill, don't you think? Anyway, we should drink a toast to our first deal. Oké, moet alsnog drinken, dus maakt niet uit. Niet strelen. Die gozer kreeg ook de keuze en hij ging ervoor. Maar ik wil geen slokkie. Ik vertrouw deze gozer niet. Moet je geen slokkie nemen? I haven't seen you around here before. Who told you about me? Een ander onderwerp. Ja, gelijk een ander onderwerp. Heeft hij niet door. People talk. Dat is geen ander onderwerp. Dat is exact hetzelfde onderwerp. Ja. Can you get other types of medicine? Everything has a price, my dear. What about you? Do you have a price? Wat bedoelt hij? Forget it. I'm not for sale. Dat weet ik nog niet. Wow, nou dat zullen we nog even zien. I heard you had some apartments. Heeft hij geld? Dat wil ik dan wel weten. Dat gaat hij nu zeggen. Dan zeggen we, oh, oké. Okay. Binnen. Beentjes ontbijt. Those are all booked up. Shame. I was looking for something around Marble Street. Niet zo lekker, hè? Nee. You're not drinking? Nee. Maar hij wil zo graag dat ik drink. Ja, dan moet je er niet in trappen ook. Hij wilde al seks met me, hè? Hij heeft ons vergiftigd. I'm not really thirsty. Want hij gaat wel heel erg voor het drinken. I'll get your prescription. Won't be a moment. Wait. Nu ben ik wel benieuwd. Ja. Misschien nog één nipje. Even kijken wat er gebeurt. Even een slokje kijken voor verkracht worden. Gewoon even kijken. Even gluren. Gewoon even gluren. Even nog een slokje hier. Doc seems to be interested in properties. Wat doet hij? Wat gaat ze nou hier gewoon zoeken? Ja. Waarom ook alweer? We moeten informatie hebben over dat appartement of zo. Wat doe jij nou? Je beukt echt naar binnen. Nee, het is gewoon een wc. Ga je in de wc zoeken naar iets interessants? Dat kastje, daarboven. Dat is niet zo raar als die hier ontdekt worden. We kunnen toch wel gewoon naar de wc gaan? Dat kan. Oké, rustig. Nu moet ik wel rustig doen. Niet te rustig. Oké, okay. Als jij een spel zou maken, waar zou je dan achterste neerleggen? Deur. Achterste deur. Oh! Kijk, okay, alsnog neer. We're gonna have some fun together, my darling. Had ik net zo goed een slokje kunnen nemen, man. Want ik had wel een droge keel. Ja. Dit is echt balen. Er ligt nog een meneer. Ah, say hello to Matthew.
He claimed he had come to the census. Another one of those goddamn government spies. So, you're interested in my Marble Street apartment. I rent it to my friend Paco. You wilt? Oh, dat heeft helemaal geen zin ook. I have no idea what he does there. Maybe that's where he fornicates with his dancers from the Blue Lagoon. Ja, heeft het wel een nut of nee, niet? Nee, denk het niet. As long as he pays his rent, he can do whatever he likes. Oké, het heeft echt geen nut. Oké, nu mag ik het ook niet eens meer doen. Enough with the chit-chat. I miss surgery, you see. Ik had eigenlijk niet moeten schreeuwen. Ja, ik dacht... mannelijk. Ja. Nu ga ik doorschreeuwen ook. Okay, nu zou ik ook schreeuwen als ik dat hoor. Ja. So I use whatever comes to hand. I hope you won't hold that against me. Hoe gaan we hier uitkomen, Timon? Ja, weet niet, niet. Oh shit, ik kan gewoon gluren. Ik gluren naar wat hij doet, op zijn minst. Je weet ik heb de camera niet onder controle. Timon? Niet met penis! Okay, Timon! Ik kan niks doen, ik schreeuw! Kan... Bang! Dit denkt ze nu. Oh, de bel gaat. Kijk, hoe wilde die camera? Blijf gewoon van de camera af. Ik wilde weten wat hij ging doen. Ging je voor de knie? Ja, ging voor de knietje. De bel ging. Nu moet je schreeuwen, toch? Wat? Schreeuw. Of moet je schreeuwen als hij de deur open doet? Wat doe ik nu? Ik weet niet eens wat ik moet doen. Ik schreeuw alles. Beweeg naar links en rechts met je gezicht. Oh, je komt los. Kom ik los? Ja, ja. Rustig. Voorzichtig, voorzichtig. Oké, ik doe het. Ik doe het. Wat ga je nou... Het is een risico. Skill, baby. Niks aan de hand. Nasty skill, baby. Hoe ga ik mijn handen ooit vrij krijgen? Moet jij eens opletten. Wat doen we? Precies. Doe het! Oh, skill. Oh, risico, joh. Netjes. Oké. Okay. Oh, hebben we te lang gedaan erover? Nee, we stompen. Nu kan we echt wel... Oh! Tikkie! Wow! Doe echt te veel druk! We raakten bijna die ene man, die onschuldige man. Oké, het is gewoon gevecht nu. Gewoon neerhaal die gozer. Ja, ik behaal hem neer. Nu mag het. Dit is een oude man. Hij domineert ons echt. Tikkie. Oh man. Oh shit. Snel. Nog niks aan de hand. Oh, alles aan de hand. Oh, Timon. Eén foutje. Kan gebeuren. Oh, ga er niet neer. Niet weer struikelen. Die slappe benen. Hier kunnen we zeker weten neer. Oh, Timon. L1. Zo, noem je erop, Peter. Oh, hier moest controle bewegen. Ja, tik hem. Ik tik hem en weg ben ik. Gewoon struikelen naar uitschakelen. Ik struikel alleen maar, joh. Nee. Er één. Kom, weg. Sta op dan. Hoeveel kilometer moet ik indrukken? Het is gewoon battle. Zaagmachine battle. Doe hem, maak hem af. Zaagmachine battle. Oh, Timon, deze is lastig. Ik wist dat je hem ging missen. Dat is niet mijn ding. R1. Hoe lang duurt deze battle ook, joh? Kom op nou! Omhoog! Je kan serieus omgaan! Mijn trouwe koppie! En weg ben ik! Omhoog! Ja, omhoog! Sorry, met je helm met je gejankt, man! Ik zei nog een keer ook! Okay, oh, we gaan serieus neer! We gaan serieus neer. We zijn volgens mij neer. Ik denk serieus dat we neer zijn, Timon. Zijn we neer? Hij voelt mijn billetjes. Volgens mij is dit verhaallijntje nu af. Volgens mij heb je het verpest. Hoe slap is deze vrouw? Oh! Lekker, Timon! Je was gestuurd! Je was heel slim! Je was gestuurd, maar hij heeft wel mijn pilletje gezeten, dus hij heeft toch wel iets meegepikt. Het is een win-win gelijkspel. Een win-win situatie volgens mij. Man. Dit was intens, hè? Dit was intens. Je was werkelijk gestuurd. Ja, jij niet dan. Jij dacht, ik nee, had toch... Nee, natuurlijk had ik dacht, nee, ik stond het raar. Jij had het ideetje al, wacht maar tot ik mijn boor in hem steek. Nee. Ik dacht niet dat het neer waren, maar omdat jij het zo zei, dacht ik het wel. Het kan echt, hoor. Ja, ik weet dat je neer kan gaan. Je maakt wel foutjes.
Maar op het laatst kreeg je nog meer kansen. Die had ik allemaal goed gedaan. Anders waarom gaven ze die kansen nog als ik toch al neerging? Ja, geen idee. Vind je deze serie nou leuk? Laat het ons weten met een duimpje. En wil je op de hoogte blijven van elke aflevering? Vergeet dan niet te abonneren.